Jet de Nijs, de vrouw van Rob de Nijs, heeft een emotioneel bericht geplaatst op Instagram, waarin ze even stilstaat bij de tijd dat haar man nog op het podium stond. Wat mis ik die dagen? Jet deelt geregeld foto's van Rob uit het verleden en geeft ook vaak updates over hoe het met haar man gaat. Zoals bekend kampt Rob met de ziekte van Parkinson. Op Instagram heeft Jet nu een prachtige foto gepost waarop ze samen met Rob schittert. Daarbij schrijft Jet: Deze foto is genomen vlak voordat Rob het podium opstapt. De spanning in de lucht, het geroezemoes van het publiek. Ze vervolgt: Zijn band gaat spelen en dan zijn stem: Wat mis ik die dagen? Wat mis ik zijn dagen op het podium waar hij thuis hoort? Die prachtige stem, dat grote hart voor zijn vak en voor iedereen die naar hem luisterde. Dit is onvervangbaar, zo schrijft ze. De gezondheid van Rob gaat helaas steeds verder achteruit. Onlangs gaf Jet een interview aan Linda, waar ze uit de doeken deed dat het rap achteruit gaat. We gaan bijna niet meer de deur uit en mengen ons niet meer zo onder de mensen. We staan niet veel bezoek toe thuis, want welke meerwaarde zou dat hebben voor Rob? Jet weet dat haar man niet meer lang heeft. Zijn toestand gaat rap naar beneden nu, naar beneden en dan zal het zijn overlijden zijn. Volgens Jet heeft haar man echter nog steeds een onverbiddelijke wil om te lezen. Ik denk ik hoop dat het kaarsje op een gegeven moment gewoon uitgaat. Jet hoopt dat dit thuis zal gebeuren, in de omgeving waar Rob zich het meest prettig voelt.